Goedendag. Het weerbeeld is eentonig, het is wisselvallig. Veel wind en vaak ook regen. Deze fietsers zijn er toch op uitgegaan en die hebben dan toch echt wel last van de regen en ook van de wind. Want waait vandaag een stevige zuidwestenwind, boven land af en toe vrij krachtig, aan zee zelfs af en toe hard tot stormachtig. En veel wind, dat blijft ook de komende dagen in de weersverwachting aanwezig. En dat niet alleen, er trekken ook nog heel veel storingen voorbij. Maar met die zuidwestelijke stroming wordt wel constant zachte lucht aangevoerd. En richting het weekeinde, oud en nieuw, hebben we te maken met zeer hoge temperaturen in het land. Het zal mij niet verbazen als we zelfs records gaan breken. Lage drukgebieden, die trekken vanaf de oceaan over Groot-Brittannië richting Scandinavië. En storingen, die passeren ons dan. Als ik de animatie aanzet, kunnen we dat ook heel mooi zien. Dat die storingen constant voorbij trekken. Periode met regen betekent dat, soms buien en soms eventjes wat droger weer met hier en daar ook een beetje zon. En we zien dat we aan het begin van het nieuwe jaar eigenlijk nog niet heel veel verandering zien. Hoewel een hoge drukgebied boven Centraal-Europa lijkt iets dominanter te gaan worden in de loop van volgende week. En dat betekent dan dat neerslag wat minder actief zal zijn. Maar of dat ook echt gaat uitkomen, ik betwijfel het nog een beetje. Want er zijn toch ook wel weer oplossingen die juist die depressies erg actief houden en de storingen die gewoon dan blijven overtrekken. Dit is de kaart voor 3 januari in de middag. En dan zien we dat het Amerikaans model ook gewoon weer regen boven onze omgeving heeft liggen. Dat betekent winterweer. Dat zie ik voorlopig niet terug in de weerkaarten. Misschien later volgende week dat het een keertje tot nachtvorst gaat komen. Maar dat is allemaal nog erg onzeker. Voorlopig hebben we te maken met hoge temperaturen. Ook donderdag is dat het geval. 10, 11 graden gaat het worden. Maar wel een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. En aan zee ook nog steeds die vlagerige harde wind. Er gaan buien vallen, maar in de loop van de dag neemt die buiigheid wel wat af. En donderdagmiddag dan kan het net eventjes wat beter gaan worden. Komt de zon er misschien bij en ziet het er best aardig uit. Vrijdag dan passeert er weer een nieuwe regenstoring. Krijgen we opnieuw te maken met veel neerslag en temperaturen die alweer wat verder oplopen. 10 tot 12 graden. En zaterdag en zondag, kijk eens, oudejaarsdag, 17 graden misschien wel in Limburg. Nou, dat is absoluut een record als dat zou gaan gebeuren. Maar ook die 15 graden gaat records opleveren als dat gaat uitkomen. Wel een natte dag met regen en ook veel bewolking. En tijdens de jaarwisseling van zaterdag op zondag sluit ik ook niet uit dat het regenachtig is in bepaalde regio's van het land. Hoe dat precies gaat verlopen, dat is nog een beetje afwachten. Maar de kans op regen is best wel groot. Pak ik de pluim er nog eventjes bij, dan zien we ook die hoge temperaturen rond dat weekend terug. Dit is voor Midden-Nederland, dit is de 10 graden grens. Nou, daar zitten we duidelijk boven. Het zuiden is daar nog wat warmer. En dan, ja, de temperatuur die daalt wel iets, maar die pluim die blijft toch vrij hoog hoor met zijn temperatuur. En dat betekent dat we volgende week toch ook nog wel in dat wisselvallige patroon zitten. Zien we dat ook terug in de neerslag? Nou, zeker de komende dagen. Volgende week is de neerslagkans nog wel aanwezig, maar duidelijk minder groot. Misschien dat we dan wat vaker een droge periode hebben. Nog een fijne dag.